Denk ik. Is het zo donker, jongens? Oh, is het donker, ja. We hebben het licht van achter. Moeten we omdraaien. Jongens, we gaan even omdraaien, want het is een beetje donker. Moment. Is het beter? Is het wel iets beter? Ik zet de lamp echt hoger. Ja, ga je het voor testen. Dit is beter. Beter, hè? Het is niet top, maar het is wel beter. Jullie horen het al. Het is niet top, maar wel beter. Volgens mij is mijn camera ook gewoon heel vies. Dat is het misschien. Daar heb ik een heel lange sticker overheen gehad. Zie je, hij is hier heel wazig. Wil jij rechts zitten? Jij bent toch rechts? Wacht maar een bier nemen. Nee, deze. Jongens, we pakken even ons bier. En wachten even tot iedereen hier ook erbij is. Alsof we in een rokerige kroeg zitten. Inderdaad. Dus alsof we in een rokerige kroeg zitten, inderdaad. We hebben ons eigen café gemaakt, Far Away, zoals ik al in de kop had gezet net. Ik ben hier met Isa Kriens. Een beetje snode plannetjes aan het bedenken. Gaan we echt, maar misschien nog wel. Hoe is het met jullie? We zitten op Texel, in een huisje. Proost. Hoi Kaat, hoi Daan. Bekende namen. Ja, sorry, gisteren was ik even er niet druk met andere dingen, met schooldingen onder andere ook. Maar vandaag toch maar weer even tijd gemaakt voor jullie. Bier drinkende vrouw is ordinair. Live with it. We gaan zo heel keurig aan de wijn hoor, nog, toch? We gaan toch kaas fondue of ja. Zo? Veel schapen gezien op Texel. Nou, niet zoveel schapen als er op het vasteland lopen. Huh? Nee. Zullen we maar zeggen? Nee. Begrijp wat ik bedoel? Nee, ja, ik duurde heel even. Maar hier zijn ook behoorlijk wat schapen inderdaad. Goedemiddag, proost. Is Isa single? Nee. Nou, ja, we gaan wel Q&A doen. Dus als jullie dat soort dingen ook willen vragen, mag dat ook. Maar wat is onze gemeenschappelijke interesse eigenlijk? Ik bedoel, een beetje de... The war against madness, denk ik. Ja. Een beetje orde aanbrengen in de hele situatie waar we in zitten. Ik via mijn stukken, mijn kanaal en jij via jouw kanaal. www.isakriens.nl www.kleineactivist.nl. Oh, sorry. Ga ik al. Goeie. En Isa Greens via Instagram, zit jij. Ik weet niet of jullie Isa kennen. Al, maar volgens mij denk ik dat een paar van jullie wel al bekend zijn. En Isa is een beetje, ook op juridisch vlak heel actief, zeg maar, om de maatregelen waar we nu in zitten, een beetje tegen een ander licht aan te houden. Dappere dames. Ik volg haar al, ja. Hebben jullie ook al een biertje, jongens? 261 mensen, nou. Moet ik nog een lichtje erbij zetten? Ja, het is wel echt heel raar, hè? Ik ben heel vaag. Er ligt niet... Het is mijn camera. Ja, het is gewoon niet anders. Dit is het. Dit is het gewoon. Koffie, bessensap. Wijntje, proost. Gulden draak biertje. Pak weer een biertje. Heeft iedereen zijn biertje? Lichtinval. Weerstand. Zijn wij dames van de weerstand? Nee. Wat voel je eigenlijk in je strijd? Is het weerstand? Is het juist meer een soort nieuw pad-achtig gewoon? Het voelt natuurlijk. Wat is jouw tocht eigenlijk de laatste weken, maanden geweest? Nou, het voelt als heel natuurlijk. Maar het is een heel natuurlijke, dit wil ik niet. Dus het is... ik voel wel heel veel weerstand tegen wat er nu gaande is. En daar probeer ik heel erg iets aan te doen. Misschien is het naïef om te denken dat ik er iets aan kan doen. Maar ik moet het geprobeerd hebben. Dus het, ik denk dat het wel weerstand is. Maar wel met een visie. Denk ik. Ja, want jij werkte bij het ministerie van Financiën. Als jurist. En je bent eigenlijk gewoon gestopt met je baan. Gewoon, hè? Ja, ik werkte eerst bij het ministerie van Financiën. En daarna bij de gemeente Rotterdam. En bij de gemeente Rotterdam ben ik gestopt. Om fulltime... dit te doen wat ik nu doe. Hmm. Dus ik was wel al weg bij het ministerie van Financiën. Ja, ja. En heb je al spijt? Nee, echt gek. Oh man, nee. Nee, kijk, de gemeente Rotterdam...
Dat was in potentie echt mijn werkplek. Alleen dat hele thuis, los van het hele feit dat ik niet mijn ding mocht doen, omdat dat niet strookte met een goed ambtenaarschap, zeg maar. Hmm. Is het hele thuiswerken, dat wordt echt de toekomst. Echt. Maar ze gaan ook gebouwen afstoten en dat is niks voor mij. Ik moet gewoon, nee. Ik moet onder de mensen zijn. Ik wil niet thuiswerken en dan met de Zoom iedereen zien. Daar word ik helemaal gek van. Nee, dat isolement waarin je dan ook nog eens gewoon werk moet doen waar je dan eigenlijk zelf niet zo heel veel energie van krijgt in je eentje of zo. Dat moet je dan meer met anderen doen. Sowieso werk, vind ik, ja. De helft van de fun is de kantoorhumor. Oh, heb je dat trouwens gehoord, Isa? Dat Hugo zich gaat laten prikken voor de camera? Ik heb het gehoord. Ja, en ik hoorde ook dat Bill en Obama, Hillary Clinton gaan dat ook doen. Ja, hè? Ja. Dat is echt bizar. Maar ik geloof het niet. Nee, ik geloof het ook niet. Maar ik denk ook, ik vind ook het hele gebaar, het hele vertoon ook best wel raar. Dat je dat op die manier moet doen. Blijkbaar is het nodig. Blijkbaar is het nodig, ja. Maar het is toch ongekend in de geschiedenis van wat dan ook, dat politici en leiders iets laten doen bij zichzelf om de mensen een soort van mee te krijgen. Alsof je online is zo precies. Maar wat wil je dan eigenlijk ben je dus aan het soort van aan het overtuigen waar dat niet nodig zou zijn, toch? Nou, blijkbaar voelen ze dat het nodig is om met zo'n groot geschut een voorbeeld te stellen. Dus blijkbaar heerst het al dat er heel veel mensen dit niet willen. Dan gaan ze dus die poppetjes, zeg maar de grote poppetjes, gaan ze hoe gaat dat eruit zien? Gaan ze daar een tv-show van maken? Of, volgens mij wel op een podium of zo, hoorde ik. Of, echt? Ja, nee. Oh, wauw. Bill en Hillary, die gaan helemaal... Oh, wauw. Dat wordt persiflagemateriaal. Oh, daar kijk ik wel naar uit, eerlijk gezegd. Maar ik zag vandaag een filmpje van iemand... Ja, het zal wel onzin zijn, maar die liet precies zien hoe je kon doen alsof je jezelf injecteerde met iets. Oh ja? Oh. Ja, het zal me niet verbazen. Je ziet ook wel die foto's, dat ze dan zo'n dopje er al nog op hebben zitten, dat het zo door een truitje heen of zo. Maar dat is te opzichtig. Ja. Maar ik zag letterlijk een filmpje dat iemand echt zo, dat die naald zo terug erin ging, terwijl je zo deed en dat de vloeistof en zo. Ja, ik kan me eerlijk gezegd niet indenken dat ze het echt doen. Dat geloof ik echt niet. Nee, met iets anders. Ook als ze zouden denken of vinden, of als ook, zelfs als het echt zo is dat het veilig is, laat ik dat niet helemaal uitsluiten, maar dan nog zijn dat gewoon dingen die je niet doet voor het publiek. Weet je wel, het is gewoon ik vind dat te theatraal ook en te heftig. Is het ooit eerder gebeurd? Kunnen we een vergelijking maken met iets? Orgaandonatie. Ja. Dat iemand live zijn orgaan gaat doneren op het podium of zo. Zo, daar moet ik een beetje aan denken, toch wel. Dan is het invullen. Dat is raar, nee, maar dan ben je al dood. Maar ik bedoel, het invullen van je codiciel misschien. Ja, invullen van je codiciel, zoiets. Of een blaastest doen of zo, ik weet het niet. In Duitsland gaan ze nu. Ik hoorde op de radio vandaag dat ze in Noord-Holland, dus waar we nu zijn, Noord-Holland. Is dit Noord-Holland? Texel? Is het toch Noord-Holland of niet? Wij zitten nu op Texel, voor mensen die net binnenkomen. Ik hoorde op de lokale radio dat ze ook nu mensen die geen klachten hebben gaan testen. 3500 testen per dag worden er nu extra bij gemaakt. Specifiek voor mensen zonder klachten. Dus dat bouwen ze dan nog extra in. Dus het aantal testcapaciteit gaat dus omhoog. Maar dus de oproep is dus geen klachten, laat je testen. Dat is nu wat ik heb gehoord. En in Duitsland gaan ze dat dus nu ook doen. Hugo een spuitje en vredig laten inslapen. Nou, daar zijn wij niet zo van. Maar ik begrijp soms dat de gevoelens soms hoog oplopen en dat je dat soort dingen schrijft. Maar Hugo gaat voor macht, zeer ambitieus ego-mannetje, niet gehinderd door kennis. Maar Hugo, een jongen, was toch ook een leraar of zo? Hij komt uit het onderwijs. Ja, het onderwijs. En toen is hij in Rotterdam, is hij wethouder geweest van onderwijs huppeldepup. Toen heeft hij zich heel erg bezig gehouden met thuisonderwijs. Daar was hij geen voorstander van. Dat weet ik, dat hij heel actief die mensen ook eens gaan opzoeken. Van, dat moet je niet doen thuisonderwijs. Dat denk ik. Derde klas vraag. Nee, maar het is duidelijk dat Hugo de Jonge natuurlijk niet van gezondheidszorg gewoon echt geen kaas gegeten heeft. Nee. Jij leest ook de comments, hè? Ja, af en toe een beetje. Ik zie dat is wel leuk, dit.
Ja, jullie mogen ons vragen stellen. Het is een, ja, beetje, een beetje uit de losse pols vanavond. We zijn net aangekomen hier. We zitten in een huisje. We gaan even een beetje bijkomen van, nou, van de hectiek van het werken. En ook, maar ook een beetje werken nog wel. Maar... En daarom mogen jullie gewoon een Q&A doen. Ja, stel een vraag. Stel een vraag. Stel een vraag. Oh ja. Wanneer gaat de bevolking Den Haag opdoen van de corruptie? Wanneer? Je had trouwens een heel goed punt, vond ik. Ik keek een heel klein stukje Eindbazen van jouw podcast. Eindbazen kun je zien van Isa. Maar daar had je het ook over dat corruptie alleen wordt geloofd als het in de krant staat. Oh ja. Dat vond ik echt zo goed. Oh ja. Het is inderdaad, want corruptie is heel abstract. Mensen weten dat corruptie van alles, van alle tijden is, ja, en zo. Maar het is er pas als het in de krant staat, ja, inderdaad. En dan pas komen mensen, nou ook niet eens in actie, maar dan, nee, nemen ze het aan voor, nou dat is het. En ze laten het er ook meteen achter zitten. Ja, ja, klopt. Ja. Dus strikt eromheen en ja, hè, dan kunnen ze wel zeggen, oh dat was erg, maar niet... Van god, dat zou dus nu ook kunnen gebeuren. Of misschien zijn er meer dingen die we gemist hebben. Mm-hmm. Maar Maarten, mijn vriend, die had dus laatst ook een hele goede vergelijking. Die zei, als je nou kijkt naar de Tour de France en naar Armstrong. Er gingen jaren gonsten er berichten over dat hij dan doping zou gebruiken. Die jongen, ja, die kon heel hard fietsen, echt, ja, achterlijk hard. Ja. En wat dan mijn vriend zei, dat vond ik wel grappig. Op een gegeven moment werd bekend dat hij dan daadwerkelijk doping had gebruikt. Maar toen, zelfs toen nog twijfelden mensen of dat echt zo was. Maar pas, pas toen hij ging huilen bij Oprah Winfrey, klopt, ja, toen was het van, oh, maar dat is, het is echt waar. Dus dat is zo'n geloof wat mensen willen vasthouden totdat ze niet anders kunnen of zo. Totdat er echt het keiharde tegendeel is bewezen. Het is een goed voorbeeld inderdaad, waarin het de mythe zeg maar heel lang kan voortleven. Ja. Dat het gewoon een hele, hele, hele goede wielrenner, ja, is. En gewoon dat hij natuurlijk door zijn ziekte en zo gewoon zo gemotiveerd is. En zoveel heeft willen opofferen en daarom zo. En die ziekte was ook altijd een beetje een soort van firewall, zeg maar, ja, achtig in de kritiek. Ja. Hè? Want dan was, ja, het van, ja, maar ik ben een... Waterjoker. Cancer survivor. Ja, ja. Dus hoe durven jullie mij te beschuldigen van doping? Want alsof die twee, alsof dat niet zou kunnen. Nee. Dan, weet je, maar dat is dan die firewall, zeg maar. En dat is nu een beetje, de firewall is nu een beetje het idee dat we mensen zomaar ziek zouden maken met een vaccin. Of zomaar zouden binnenhouden in huis. En dat we die maatregelen zomaar zouden doen. Om mensen dwars te zitten. Dat zou toch nooit doen. Het gaat toch over mensenlevens. Ja. Het gaat toch over de survivors inderdaad. En pas als er iemand inderdaad gaat bekennen dat het... Ja. Ik heb dit gedaan. Ja. Of dat we iemand op heterdaad zeg maar pakken. Ja. Op corruptie. Grootschalig. Dan gaat er misschien iets bij mensen branden van... Hey, dit is niet... In de haak of zo. En ik ben wel benieuwd of dat met dit hele gebeuren, of dat ooit gaat gebeuren. Weet je wel, of het ooit echt helemaal boven water gaat komen. Dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien in delen, maar... Ja, dat zou wel... Ik bedoel, wie gaan dat nog regelen, zeg maar? Wie bovenin zijn nog dan zo zuiver dat ze dat dan... Ja. Dat ze daar... Hè, dat ze niet chantabel zijn of niet. Dat ze, ja, dat ze helemaal vrij zijn gespeeld om dat te gaan blootleggen. Welke rechter gaat dat dan doen? Ja, klopt. Welke buitenparlementaire commissie, I don't know. Ik denk dat het heel lang gaat duren, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat de moraal en de algemene opvatting wel langzaam, zeg maar, wegzakt. Als in, of in ieder geval dat de groep die denkt, ja, dag, wel echt steeds groter wordt. Ja, dat gevoel van, ja, dag. Ja, ja, doei. Okay, ik zag nog wel wat vragen, maar nu ben ik ze alweer kwijt. Volgens mij vroeg iemand, hoe zit het nou grondwettelijk aan jou? Over die mondkapjes? Ja. Oh ja, nou, dat is wel een beetje mijn stokpaar. Ik ben daarmee bezig. Ik probeer het ook een beetje in te halen, zeg maar, om ook echt de feiten wat beter te weten. Maar daar ben jij nu meer van. Ja, ik ben nu met die mondkapjes bezig. Nou, dus per 1 december is dat verplicht, ja. Maar dat druist in tegen een grondrecht, namelijk de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. En je kan inbreuken maken op grondrechten, maar dat moet dan wel bij wet in formele zin. Nou, in principe is dat er nu, samen met de coronawet. Mm-hmm. Maar ook als je een wet in formele zin hebt, heb je gewoon noodzakelijkheid en proportionaliteit nodig. Dus is het echt nodig? En is de inbreuk rechtvaardig dat, zeg maar, hetgeen wat wordt beschermd?
En nou, daarvan durf ik wel echt te zeggen dat er geen sprake van is. En dan schaar ik me ook een beetje achter het advies van de Orde van Advocaten, die daar ook best wel scherp in zijn geweest van, heroverweeg dit, beste mensen. En dat zeiden ze gewoon, hè, in het advies, heroverweeg dit. Dat doe je echt niet zomaar als Orde van Advocaten zijn. En die zeiden gewoon, er is geen noodzaak tot het dragen van een niet-medisch, oftewel niet-werkend mondkapje. Waar is de noodzaak? Mm-hmm. Dus ik geloof, mijn overtuiging is dat een mondkapjesplicht op dit moment ongrondwettelijk is. Ja. Ik denk ook dat ze dat zelf ook een beetje doorhebben, want ik vind dat ze ook in de opzet van de regeling, dus waar de mondkapjesplicht in is gevat, zeg maar, dus niet in de coronawet, maar de coronawet heeft een haakje voor de regeling. Mm. Ze hebben daar best wel een ruimte gelaten voor uitzonderingen. Mm. En die hebben ze niet goed ingevuld. Weet je, normaal gesproken zou je die in de toelichting helemaal uitleggen en helemaal dicht timmeren toch wel een beetje, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Dus het is, hè, als je ernstig ontregeld raakt, dan hoef je geen mondkapje op. En dat kan dan zowel mentaal zijn, dus psychisch, of fysiek. Dus voor astmatische patiënten, maar ook dus mensen met een posttraumatische stressstoornis. Ja, klopt. Dus het is, zeg maar, eigenlijk is de groep die ernstig ontregeld kan raken door zo'n mondkapje, is gewoon hartstikke groot. De vraag is vooral, van hoe ga je dat dan aantonen en tegenover wie? Mm. Want je hebt ook weer zoiets als privacy. Precies, winkels ook, hè, die het niet kunnen vragen. Nee. Dat niet hun, volgens mij mogen ze, dat weet ik dus niet zeker, volgens mij mogen ze het wel vragen, maar niet eisen. Nee, klopt. Dus Jumbo en de Albert Heijn hebben ook al gezegd van, we gaan het niet vragen, want we gaan er gewoon... Ja, het is privacy. Ja. En die heerst wel bij al die supermarkten, hoor. Die hebben dat al lang in de gaten, weet je wel. Ik loop sowieso altijd zonder mondkapje, ik draag hem niet. En ik heb eigenlijk tot nu toe nog maar één keer hoeven zeggen, ik val naar de uitzondering. En dat was meteen ook van, oké, prima. Mm. Ik denk, het zal niet overal hetzelfde zijn, hoor. Maar ik denk dat de grote supermarktketens, die weten dit. Die hebben zich laten adviseren. Tuurlijk. Die hebben natuurlijk juristen die dat allemaal voor proactief uitzoeken. Ja. Ja, nee, tuurlijk. Die gaan geen jaren. En ik denk ook voor zichzelf, van, we hebben geen zin op de handhaven. Mm. Het is precies. We willen er ook niet veel last van hebben. Nee. En het feit ook dat de winkels nu dat alcoholverbod willen opheffen, is ook wel grappig. Oh, ja? Ze willen de klanten gaan spreiden in december. Dat begrijp ik wel. Want iedereen komt voor 8 uur. Oh, dat wist ik niet. Ja, een aantal winkels hebben geklaagd. Grote supermarkten hebben geklaagd. Wij willen dat alcoholverbod eraf hebben. Want als zeg maar spreiding ook een belangrijke factor zou zijn. Wat ik mij kan voorstellen, dat je zegt, wij willen al die mensen op afstand houden. Dus waarom gaan we iedereen voor 8 uur... Ja. Ik snap soms niet waarom mensen per se naar 8 uur boodschap moeten doen. Maar ik begrijp het. Ik heb dat best wel vaak. Nee, tuurlijk. Maar dus als je wil spreiden, dan inderdaad. Ja. Laat mensen tot 10 uur dan alcohol kopen. Ja. Zodat ze dan ook gewoon die kerst inkopen. Dan niet allemaal om 5 uur 's middags gaan doen. Want dat is natuurlijk. Mensen gaan 1 keer naar de supermarkt. Dus dat betekent, dat is natuurlijk. En ze denken niet van, oh nee, dan ga ik... Ja. Voor het eten doe ik eventjes Ik haal voor 8 uur de drank. En dan ga ik daarna nog wat terug voor die andere dingen. Nee, dan haal ik daarna de zanne. Dus die kleine gebaren, zeg maar, uit het veld, hè, van... Hè, wacht even, het veld zegt eigenlijk ook van... wat jullie doen is gewoon werkbaar eigenlijk. Nee. Wij zitten met die massa's mensen. Ja. Ik was vanmiddag nog even in Albert Heijn. Het is vrijdagmiddag. Het is zo druk. Het is echt zo vreselijk druk ook. Dus dit is gewoon... Als je dan virussen wil voorkomen dat ze verspreiden, dan inderdaad hou die winkels zo lang mogelijk open. En beperk mensen niet zo op gezette tijden. Dan mag je dit, dan mag je dat. Nee, maar dat hele na 8 uur geen alcohol kopen, dat moet sowieso nergens op slaan. Want ik bedoel, wat ga je dan nu doen na 8 uur? Het is hartstikke koud. Alsof je nou ergens bij buiten met Maar het idee was dat er dan geen spontane feestjes zijn. Ja, is toch een lul. Dus, weet je. Maar ook dat, weet je wel. Dat, nee, ik vind het een... En trouwens, die regel van na 8 uur geen alcohol, die geldt in principe nu de komende 3 maanden. Oké, okay. Ja. Dus tot... Gewoon de hele wintermaanden, zeg maar. Ja, de komende 3 maanden, tenzij de 3 ministers, ik noem ze K3, maar het is dus Ollongren, Grapperhaus en De Jonge. Als zij beslissen, oké, nu mag het volk wel weer alcohol kopen na 8 uur, dan mag het weer. Maar als zij dat niet doen, dan blijft het 3 maanden geldig. Ja. En dus ook zonder inspraak van het parlement, et cetera. Maar nog één ding over het mondkap, daar moest ik nog net aan denken. Ja.
Maar ik ben blij dat wij zo achter in de rij hebben gestaan, zeg maar, met die mondkapjes. Want daardoor we hebben we zo lang zonder mondkapjes gelopen, dat heel veel mensen nemen het ook niet meer echt serieus. Mm-hmm. Ik word niet echt heel naar aangekeken als ik in de supermarkt geen mondkapje op doe. Terwijl in Duitsland is natuurlijk al, weet ik veel, volgens mij vanaf maart of zo, al die mondkapjes. Klopt, ja. Daar is het veel meer een ding. Toen ik daar was, twee maanden geleden of zo. Maar die Hollanders, die denken allemaal, ja, we hebben dit maanden zonder gedaan. Dat klopt, want ik heb ze dus ook gehad toen ik in Berlijn woonde. Dus tot juli woonde ik daar nog. En toen droeg ik hem inderdaad ook gewoon. Maar toen zaten we nog in het begin van, waar hebben we mee te maken? Dus toen had ik er geen problemen mee. Nee. Dus ik droeg hem in de supermarkt, ik droeg hem bij de apotheek. En ik droeg hem waar het moest. Ja. En toen was het inderdaad nog, alles was nog helemaal soort van in een beginstadium van crisis bestrijden. Ja. En... ja, en nu in Nederland worden we een beetje achteraf nog een beetje betrokken bij een eventueel dingetje dat we ook nog kunnen doen. Ja. Maar ja, houdt geen stand. Het houdt geen stand, nee. Ik heb wel zin om... Ik ga die boete ontvangen in elk geval en aanvechten. Dat is... als je hem krijgt. Ja, als ik hem krijg. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om hem te krijgen. Je doet wel een beetje je best ervoor, toch? Ja, ik heb al advies ingewonnen hoe ik hem het best kan krijgen. Ja, ja, zodat je van zo'n proefprocedure... Ja? Met vertrouwen, eerlijk. Ik heb iemand in de stream gehad van de week, die had een boete gekregen. Toen zei ik wel van, stuur even door. Ja, daar heb ik niets voor op gehoord. Dus als die persoon er bent... Die had een boete gekregen. En ik zei, nou, mail me even met de details. En dan kunnen we eventueel ermee werken. Denk je dat over 2 weken de BOA's hun administratie voor elkaar hebben... en ze wel hard zullen gaan optreden. Nou ja, BOA's zijn eigenlijk hun baan is beboeten. Ik denk wel dat ze dat gaan doen, eerlijk gezegd. Ik denk de BOA's wel, de agenten niet. Ik heb zo... Ik heb gesproken... Omdat ze daarmee met die taak zijn uitgerust, veel meer dan agenten. Ja. En die agenten hebben er geen zin in. Want ik heb een agent gesproken laatst. En die zei van, joh, 80% van de agenten die hebben hier helemaal geen zin in. En die zullen... Wat ze zullen doen is proberen te voorkomen dat er überhaupt een boete moet worden geschreven. Dus die zullen jou dan vragen om weg te gaan. Ik denk eerlijk dat als je rustig blijft, dat je niet zo snel die boete krijgt. En als je die boete krijgt, niet iedereen heeft veel geld, maar €95. Ja, het is niet leuk hoor. Je kan leukere dingen doen, maar ik zou zeggen push the limit. Het is niet onoverkomelijk, zeg maar, in de grote... Ik heb toch geen aantekening op het strafblad? Ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar... Hoe moet je met zo'n BOA omgaan? Nou ja, met een BOA omgaan. Kijk, mijn ervaring is, ik heb in het strafrecht gewerkt als advocaat en heel veel te maken gehad met BOA's in situaties. En dat ging vaak mis. Dan was het vaak niet bij dingen uit de hand. Hè? Omdat ze vaak ook niet zo goed weten. Ja. Ja, ze zijn heel erg begrensd in hun bevoegdheden. Ja. Dus dan escaleren dingen vaak. Hè? Ze betrappen iemand bijvoorbeeld op het uitlaten van een hond in een park of zo waar het niet mag. En dan. Weet je, dan wordt zo'n baasje wordt heel agressief. En dan komt er een soort situatie van dat iemand tegen de grond moet worden gewerkt. En dan escaleert dat weer. Dus BOA's komen vaak ook in dingen terecht waar ze helemaal eigenlijk geen bevoegdheden meer hebben. Dus dat is het probleem altijd. Dus je moet ze eigenlijk, als je dat weet, dan moet je ook gewoon, vraag ze gewoon ook naar macht. Hè, is dit een... wat heb ik dan precies gedaan nu, waardoor ik deze boete krijg? Het is heel makkelijk uitgeschreven. Zoals met dat taartje eten in een park, weet je, met familie. Ja. Die mensen die toen een boete kregen. En dan gewoon naar een advocaat gaan, denk ik, of zo, toch? Ik heb nog wel een tip. Dat heb ik dus van iemand anders gekregen. BOA's met IQ van 80. Het zijn meestal niet de slimste mensen. Mag ik toch iets proberen? Ja, sorry hoor. Jongen. Ik ga even een doekje plakken. Want is kijk, want dit is... Oh jeetje, want volgens mij er zit gewoon lijm op je camera. Een sticker, ja. Stom, hè? Ja. Maar mijn tip is dus, die kreeg ik dus van iemand. Maar stel dat je... Ik ga heel even vegen. Ik ben zo even. Ja. Ja jongens, het is een beetje... Het is ook gewoon... Het is weekend. Het is gewoon de rook in het café, jongens. Het is erger. Het is erger, hè? Maar is die camera zo slecht dan? Ik denk dat dit beter is. Serieus, want er zat gewoon... Zie je? Ja! Er zat gewoon lijm overheen. Oh. Beter. Oké, stel dat je bij... Dat je, nou, sowieso met een BOA moet je gewoon heel rustig blijven. Dus waar de BOA eigenlijk moet deescaleren, moet je dat zelf gewoon voor rekening nemen. Dus deescaleren, weet je het zeker? Ja. en dan... Nee, ik dacht dat het achtergrondlicht werkt niet altijd. Maar dat is...
En dan moet je, zij gaan vragen aan jou of jij, ze moeten sowieso je wijzen op het feit dat je niet hoeft mee te werken aan, dat weet jij trouwens beter van de coachingplicht. Mm-hmm. Dus, ja. Maar ik wil graag consultatiebijstand en ik wil verhoorsbijstand. Dit is jouw terrein eigenlijk. Dus je kan zeg maar, in plaats van dat je die boete daar pakt, kan je hem eigenlijk een beetje vooruit schuiven en dan kom je dus met een afspraak op het bureau terecht. Mm-hmm. En dan heb je ook een beetje de ruimte om je verklaring voor te bereiden. Mm-hmm. Dat kreeg ik als tip. Hoe zit jij dat? Ja, nee, je hebt wel meer, je hebt meer recht op het moment dat je inderdaad die boete dan niet wil krijgen. Maar zij hebben inderdaad de coachingplicht niet, want het is officieel dan bestuurlijk en zo. En zo. Niet, weet je wel, niet een officiële opsporing. Ja, maar de straf misschien dan? Ja, maar je kunt dan gewoon, even kijken. Maar ze hebben maar beperkte ruimte, zeg maar, qua welke feiten ze mogen opsporen. Ja. Dus het is alleen maar dit of alleen maar dat, weet je wel. Ze kunnen niet zeggen van, je hebt je verzet tegen je aanhouding of dat soort dingen, weet je wel. Dat speelt dan allemaal niet. Dan moeten ze al een agent hoppen, oh ja, weet je wel, dat soort. Ja. Dus ik weet niet precies, maar ik weet in het kader van de handhaving van de coronawet, weet ik niet precies hoe ver hun bevoegdheden eigenlijk gaan op dit moment. Dan zou ik echt wat meer moeten kijken. Ja. Nou, ik kreeg in ieder geval de tip van, zeg gewoon dat je bijstand wil. Zowel bij je consultatie, dus dat je in ieder geval, dan kan je ter plekke kan je advocaat bellen. Dan moet je gewoon, ja, als je iemand kent, even bellen. En dan zeg je van, joh, mijn advocaat adviseert mij om een afspraak met jullie te maken voor het verhoor. Dus dat je niet het verhoor ter plekke doet. Hmm. En dan maak je een afspraak om die week daarna naar het politiebureau te gaan. En dan heb je een week voorbereiding. En dan kan je in de tussentijd ook je een beetje voorbereiden. Dat, ja. Dat ga ik wel doen, als ik hem krijg. Ja. Als je zich vandaag tot fysiek contact kunt wat verwachten. Nou, ik geloof, ze krijgen wel pepperspray, geloof ik. Ze hebben een stok gekregen. Stok. Nu. Ze hebben een sinds kort stok. Ja. Je moet rustig blijven. Je moet sowieso rustig blijven. Ja, sowieso. Maar dat geldt voor elke situatie, lijkt mij. Jeetje, heeft iemand nog een vraag? Kom maar gewoon negeren en doorlopen. Try. Komt af van mij. Waarom wil je een camerabatterij grap maken? Waarom? Ga je hier weer uit te lachen? Dit is wel. Dat weet ik niet. Ik krijg altijd commentaar over mijn techniek en zo. Mondkapjesplicht kan je niet omheen, uitsluitend met een doktersverklaring. Dat is niet helemaal waar. Want wat ze zeggen is dat je het on the spot aannemelijk moet maken dat jij onder de uitzondering valt. En dat kan door middel van een doktersverklaring, maar dat hoeft dus niet per se. Het is een rommeltje hoor, wat ze ervan hebben gemaakt. Het is heel onduidelijk. Maar als jij on the spot daar de boa kan overtuigen van het feit dat jij dat niet ophoeft. Ja. Dat kan je doen door middel van een verklaring, maar dat kan je ook doen met een goed verhaal. En dan besluit de boa zelf, dat is heel vervelend voor dat is ja, een soort bevoegdheid van de boa daar dan. Mm. Of die je de boete geeft of niet. Maar bij de rechter zou je het moeten uitleggen en moeten onderbouwen. En daar zou je wel iets van een verklaring van een arts nodig hebben. Ja. Jorien schreef net, die had haar vraag al 3 keer gesteld. Wil je hem nog 1 keer stellen, Jorien? Jorien is een vaste buddy. Wat ik ze noem. Als Jorien er nog is, stel hem nog 1 keer. Dan geef ik je nog een kans. We hadden het niet gezien. Even kijken, ondertussen maar even. Oh ja, nou over die huisartsen. Ja. Die landelijke vereniging van huisartsen hebben blijkbaar in samenspraak met de overheid besloten om geen medische verklaringen af te geven aan hun patiënten. Wat ze ook hebben, ze gaan dus geen medische verklaring geven dat ze geen mondkapje op moeten. Hier, Jorien. Ik vroeg in hoeverre jullie vertrouwen hebben in de rechtspraak in Nederland. Ik ga nog een biertje pakken. Ik ook. Oké, ik leid hem in, zeg maar. Vroeger had ik heel veel vertrouwen. Ik wilde altijd rechter worden. En ik keek een beetje op tegen rechters altijd. En ik heb heel veel geprocedeerd. En tijdens die procedures die ik dan voerde, dacht ik altijd, wauw, wat zijn die rechters slim. En bekwaam, weet je. Ik kan heel hoog zitten. Mm-hmm. Maar magistraal. Ja, ontzettend. Ik dacht echt alsof ik naar een concert ging. Weet je, van iemand van mijn idolen. Ik was altijd heel erg onder de indruk. En ik was altijd aan contact maken ook. En ik dacht, oh, hij keek naar me of zo. En ik had volgens mij wel
goede verbinding met die rechter of zo. Dus ik had ze altijd heel erg zitten. Ik vind de laatste paar uitspraken die ik dan volg, ja, met nu, zeg maar, dus de corona-procedures die dan worden gevoerd en zo, dan denk ik. Ja, die kortere ding met die horeca bijvoorbeeld ook. Dat vond ik een hele rare uitspraak. Ja. Maar ik was ook helemaal in soort. Toen ik 15 was of zo, toen keek ik naar die rechtszaak met O.J. Simpson zo. Toen zat ik dagenlang aan de tv. En toen heb ik eigenlijk volgens mij ergens het besluit genomen dat ik rechten ging studeren. Want dat leek me echt super spannend. Maar ook in Nederland vond ik het ook gewoon interessant, al die. Ja, gewoon rechtbanken, rechtshoven, hoe het allemaal ging. En dat idee dat er een soort eindpunt is voor een oordeel. Hè? Dat al die ruis, al die ruzies, alles wat er. En dat dan kom je bij de rechter en dan komt er eindelijk iets verstandigs uit. Weet je, dat rechtvaardigheid. Dat gevoel van recht. Ja, het is een beetje een cliché altijd. Ja. Van, ik ga recht studeren omdat ik niet tegen onrecht kan. Oh ja, dat zei ik ook. Weet je wel. Maar ja, dat was dan toch een beetje. Een soort, maar je bent 18. Willen, ja, een soort. Het gevoel hebben dat er wijsheid is aan een ander, aan het einde van de rit, zeg maar. Dat er iets goed, precies. De rechtsstaat. Ja. Van het idee van democratie en de rechtsstaat. Ja. En, rechtvaardigheid is sexy, zegt iemand. Ja, dat zou, nou ja. Dat zou ik niet willen zeggen, maar het is vooral gewoon orde aanbrengen in chaos of zo. Goed doen of zo. Zo zag ik het altijd. Dat je gewoon. Maar ik was ook wel gewoon echt geïnteresseerd in hoe beslissingen tot stand komen. In hoe mensen oordelen en hoe het recht werkt. En, weet niet. Maar goed, dat was de vraag niet. Maar heeft Sietske zo ook? Ja, inmiddels wel. Ja, ik was de hele tijd een beetje wazig. Lijmlaag. Het is wel weer heel symbolisch eigenlijk. Dat ik een soort van halve schim ben nog of zo deze week zo. Ja, je had rechts moeten zitten misschien. Maar ik ben, volgens mij ben ik sinds de zaak tegen Volkert van der Graaf, misschien begon het daar, toen studeerde ik nog hoor. Dat ik toen dacht van, ik weet het niet. Volgens mij is rechtspraak toch best wel politiek. Toen kwam de Wilderszaak natuurlijk. Nou, veel recenter de Urgenda arresten van van de Hoge Raad. Die ik heb bekeken en zo, dat dacht ik van, dit is gewoon een verlengstuk van, weet je wel. Dit is gewoon activisme, waar we het niet willen. Activisme, prima, maar niet bij de Hoge Raad. En niet bij de, misschien nog ergens mag het wel eens een beetje voorkomen. Je ontkomt er niet helemaal aan. Bepaalde bias of zoiets, maar ik mis echt gewoon de bescherming van de rechtsstatelijke normen en het idee van proportionaliteit, wat jij zegt. Ja. Hè? Van, moet dit? Is dit nodig? Is het noodzakelijk? Wat voor vrijheden, wat voor grondrechten zetten we op het spel? Ja. En we moeten het toetsen. Ja. Rechters durven niet meer echt te toetsen. Nee. Aan de grondwet in die zin. Ja, voor zover dat mag. En in Duitsland is dat natuurlijk veel breder. Hè? Die mogelijkheden. Maar daar zijn de rechters nu ook teruggefloten door de regering Merkel. Want met die noodwet daar nu hebben ze een lijst gemaakt van alle maatregelen die dus sowieso in strijd met de grondwet mogen zijn. Oh ja? Dat gaat toch veel verder, ja. Oh ja? Ja. Oh my God. Dus met in- en uitreisverbod, de mondkapjesplicht, het moeten tonen van een paspoort voor vaccinaties, uitgaansverboden. Ja, dat is best wel heftig. Dat is niet alleen maar dat je niet meer ergens naar binnen mag in een club of in een café, maar dat je ook niet meer uit mag. Dus niet mag dansen. Dus, maar dat verbod gaat dan dus terug naar je voordeur in plaats van bij de ingang bij een ander. Begrijp je? Oh, Er kan dus een uitgaansverbod worden opgelegd op zeker moment. Maar is dat niet hetzelfde als een avondklok? Maar ja, dan, is het wel. Ja, is eigenlijk dag wel. Ja. Ja. Een permanente avond. Daar is heel veel protest ook geweest. Maar goed, het heeft de Nederlandse media hebben dat het super geframed was. Oh, virusgekkies en allemaal onzin. Je hebt er ook gestaan, toch? Eind augustus, ja. Ja. Had je wel de beste te pakken? Dat was een goeie, ja. Dat was echt dat was gigantisch. Een paar duizend mensen, Isa. Ja. 30.000. Nou, tel er maar een paar bij op. Even kijken. Oeh, gaat het snel zeg. Burgerarrest en Volkstribunaal.
Gisteren moest ik voor school Sinterklaas dingen en zo doen. Dus het was een beetje een drukke week. Maar volgende week ben ik er wel weer elke ochtend, hoor. Beloofd. Ik heb Hidema niet gevolgd op Twitter. Heb ik iets gemist? Heb jij Hidema gevolgd op Twitter? Nee. Hoe is het daarmee? Hoe is het met Hidema? Is Hidema er ook? Maar wat moet Hidema nu na dit? Dit was nog zijn... Hij is met pensioen, denk ik. Ja, denk nu is hij echt met pensioen. Ja, Reinier Vuelmich. Reiner, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Reiner Vuelmich. Ik ken de site niet, maar ik weet wel wat hij doet. Ik heb zijn filmpje gezien. Ik volg het eerlijk gezegd niet heel erg goed. Jij wel? Die Duitse advocaat die ook de Volkswagen-fraude en zo heeft gedaan. En die spoort eigenlijk iedereen aan. Oh, waarom ken ik dat niet? Nee? Dat ga ik je straks sturen. Ja, een hele capabele man. Toen ik dat filmpje zag, dacht ik, het komt allemaal goed. Maar hij zoekt volgens mij in elk land zoekt die advocaten die met hem mee willen doen. En ik zag hem laatst zeggen dat het best wel lastig was om die advocaten te vinden. Dus ik weet het te weinig. Leuk filmpje bij Eindbaas. Heb je het gezien? Leuk, Vincent. Leuk. Het duurt echt lang. Ik vind het echt knap dat mensen dat helemaal uitkijken. Ik wil ook wel een keer naar Eindbaas. Volgens mij heeft hij wel eens gevraagd. Maar dat is alweer best wel een tijd geleden. Toen was ik er niet op ingegaan. Dus ik ga eens even kijken. Het was leuk. Het zag er wel leuk uit ook. Hartstikke leuk. De studio. Hartstikke klonk leuk. Ook goed en zo. Ja, goed geluid, goed beeld. Leuke jongens ook. Leuke jongens. Zijn er twee jongens? Hij en dan nog iemand anders, maar die was er niet. En dan iemand die het geluid doet en die zit in de spot te editen. En dat is ook een hele leuke, gezellige vent die eigenlijk ook meedoet met het gesprek stiekem. Ik wil ook mensen erbij die dingen voor mij gaan editen. Oh man, hou op. ik wil assistent. Hoe heerlijk is dat? Ja, ik zie Hidema liever in de Tweede Kamer. Ja, dat was wel een beetje zijn plekje. Ja, wel. Ik ken Hidema nog uit de tijd dat hij dus alleen advocaat was. En dan zag ik hem bij de rechtbank. En stond hij altijd buiten sigaretjes roken. Zo. Stomme cliënten. Maar gewoon, dat kon hij gewoon doen. Hij was gewoon van oude stempel. Achter heb ik dit gezeik weer. Dit heb ik al 40 jaar en zo. Dat is super droog altijd. Dat is wel leuk. Wat weten jullie van Rutte en de World Economic Forum en Klaus Schwab? Dit in verband met de Great Reset en corona. Dit is zo'n vraag die inderdaad waar alles in zit. Dit is eigenlijk het verhaal van de afgelopen 2-3 weken, heb ik het gevoel. Hè? De Great Reset is helemaal in de picture gekomen. Is in de picture gekomen. Die is geland. Hè? Is geland. Ik ben blij. Het rare is als je zegt van de Great Reset, dan zijn er nog wel mensen die zeggen, het is een rare Great Reset. Maar het staat gewoon op de voorpagina van de Time en zo van grote bladen. Ja. Ze praten er openlijk over dat dit eigenlijk is wat er moet gaan gebeuren. Ja, dus het complot in zit niet, jongens. Het is helemaal niet complot. Het is een plan. Het is een plan. En we zitten er middenin. Of corona nou opzettelijk was of niet, dat maakt niet uit. Het is gewoon de richting waar het op moet gaan. Dat betekent dus wat die woorden zeggen. Gewoon onze leven eigenlijk. Gewoon uitzetten nu. Dus we zitten nu in de uitstand. En dan moet hij straks weer aan of zo. En dan zitten we in een andere wereld. Waarin, nou ja. Ja, ik vind het ook steeds meer in de terugkomen. Zowel in de media, maar ook in uitingen. Bijvoorbeeld als je naar de homepage gaat van Triodos. Triodos.nl. Dan zie je gewoon gelijk iets met reset de economie of zo. En zo zie je heel veel. Het woordje reset zie je ineens overal. Ja, dat is ineens een buswoord geworden. En in de Trouw heeft nu ook gestaan van, is kwijtschelden van schulden niet gewoon het beste en zo. Dus, en daarnaast is er weer een artikel gekomen, ik weet even niet of het maar wel gewoon gerenommeerd, zeg maar. En dan hebben ze het over basisinkomen. Dus eigenlijk toch wel stiekem alle facetten van de Great Reset, die komen nu gewoon openlijk worden besproken. Ja, geen eigendom meer hebben straks. Dat is uiteindelijk het doel. Het visieuze, het circulaire leven. Er is ook een nieuwe wet volgens mij nu in de maak dat je tweedehands spullen niet meer mag verkopen of zo. Nee, je moet registreren. Dat gaat natuurlijk aan mensen hun aandacht voorbij. Tuurlijk. Maar het zijn van die dingetjes. Ik denk van, wat? Weet je wel? Dus je hebt eigendom. Je kunt niet zomaar verhandelen. Dus het hele idee van handel is eigenlijk ook al in een nieuw frame gestopt van, wacht eens even, je kan niet. Handel is eigendom. Eigendom is slecht, want we moeten allemaal alles delen. Ja, maar het is dan wel van iemand anders. Er zijn wel bepaalde groepen, instanties die wel eigendom hebben.
Ik heb er wel gesprekken met mensen over. Van als je dat doordenkt, waar op een gegeven moment krijg je dus dat niks in je huis dan nog van jezelf is. Dus dan zelfs als je lampje dan vervangen moet worden, dan is het een soort van, maar heb jij daar eigenlijk wel recht op nu? Dat je een nieuw lampje krijgt achter, als je doordenkt. Oh hè? Man, gaat het zo ver, denk je? Nee, maar het is gewoon een gedachte-experiment. Hoe zou het leven ervan uitzien? Want dan zou je dus macht geven aan mensen die jou dus dingen lenen. Ja. Of dingen, weet je wel, of een bruikleen geven of andere. En wat gebeurt er dan met het, überhaupt met het civiele recht? Met weet je wel, het idee oh, van, daar is natuurlijk helemaal niet over nagedacht, verder in die zin. Oh man, dat staat ze ook nog te wachten, om dat juridisch rond te maken. Kijk, ik denk zelf dat het niet zo ver komt, eerlijk gezegd. Zeg maar dat misschien wel het schrikbeeld is, wat neer wordt gezet, maar dat het eigenlijk meer gaat om land. Ja. En ook wel misschien wel een manier is om het te onteigenen. Mm-hmm. En ook wel dat, ik geloof dat over een tijdje dat we geen auto's meer hebben. Ja, precies. Ik denk dat het daar meer in zit. Dus de grotere landhuis of de grotere stukken grond. En dan uiteindelijk geen auto meer hebben, want we moeten al met openbaar vervoer. Maar doordat je bent overgeleefd aan het openbaar vervoer, zit je natuurlijk ook weer vast in een bepaald... Mm-hmm. In de rails van de overheid, letterlijk. Ja, het is eigenlijk die kant is gewoon opduwen. Ja. Dus niet het eigendom gaan afpakken van... Klop, jullie hebben hier spullen. Nee, dat is helemaal niet wat we bedoelen, inderdaad. Maar meer dat je wordt gestimuleerd eigenlijk om steeds minder je terug te trekken met jouw eigen vervoer. Ja, met jouw eigen middelen van bestaan. Ja. Met jouw eigen innovativiteit van ik ga moestuinen, ik ga dit, ik ga dat. Ja. Ik heb mijn eigen thuisonderwijs met mijn kinderen. Alles moet eigenlijk uitbesteed worden aan derden. Ja. Dus derden gaan voor jou doen wat jij zelf zou kunnen doen. Of dat is allemaal... Ja. Weet je, dus de autonomie van mensen, daar gaat het veel meer over, volgens mij. Ja. Ja. We gaan hier controle. Bouters, wie is Bouters? Baudet bedoel je, denk ik. Denken jullie, dat is ook... Gaat Thierry Baudet het redden met... ik zag iets voorbij komen over een... Je kon een stem uitbrengen, hè? Of hij dan partijleider moest blijven. Je wordt gebeld. Het gebeurt gewoon. Light. Mag je me even opnemen? Ja, oké, jongens. Oh mijn god. Oké, nu kunnen jullie alles vragen. Nee. Alleen aan mij. Precies, ik moet even bellen. We zijn aan het livestreamen. Ja, jongens. Moeten jullie wel wat aan mij vragen, natuurlijk. Ik zit hier helemaal zenuwachtig, ze deze in mijn eentje. Hier. Iemand zegt, ik wil een ijszaak beginnen. Hoe zit dat dan? Ja, kijk, dat is dus een dingetje. Er is best wel nu onduidelijkheid over... is een winkel nou een openbare ruimte of niet? Want er is een arrest geweest of een uitspraak geweest... van een rechter die zegt, een winkel is geen openbare ruimte. Maar als je naar de toelichting kijkt bij de COVID-regeling... en ook de site van de Rijksoverheid... dus dat is toch wel een beetje de bedoeling, laat ik het zo zeggen... dan vinden ze dat winkels eigenlijk ruimte waar iedereen zomaar naar binnen kan, dat publieke binnenruimte is. En volgens mij willen ze dat, vooral als publieke binnenruimte aanmerken waar je dus verplicht een mondkapje op moet. Maar ik heb best wat mensen met winkels die mailtjes naar mij sturen van hoe kan ik dit omzeilen? En ja, dat is natuurlijk altijd lastig om over te adviseren, omdat het is allemaal zo ontgonnen terrein. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als jij toch wel de winkel afsluit en op de ene manier alleen op afspraak openstelt, dat je dan nog kan zeggen, ik ben geen openbare ruimte, want je komt hier alleen maar binnen op afspraak en alleen maar als ik de deur open doe en niemand kan hier zomaar naar binnen. Maar ja, wil je op die manier een ijszaak voeren? Dat lijkt me niet. Dan zou ik eerder gewoon een loketje maken dat je gewoon door een raam heen ijs kan verkopen, eerlijk gezegd. Voelen jullie enkele zorg over de toekomst? Ja, ik voel wel zorg over de toekomst. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Maar dan denk ik vooral aan mijn kind en hoeveel hij last gaat hebben van al deze regels. Weet je, ik ben al enigszins gearriveerd. Ik heb mijn portie al gehad, hoewel ik hartstikke jong ben. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk joh. Laat maar hier. Ja. Oké, jongens. Ik word hier achtergelaten door Sietske, want ze moet iemand ophalen. Ik ben vooral bang dat mijn zoon te veel wordt belast met die coronaregels. En dat hij
leert dat hij een gevaar is voor anderen. En dat hij leert dat hij niet zomaar mag knuffelen. En dat hij mondkapjes normaal gaat vinden. En daar ben ik bang voor, zeg maar. Dat is mijn zorg voor de toekomst. Want ik red me wel. Ik bedoel, ik vind het vreselijk allemaal. Maar ik vind mijn weg wel. Even kijken. Hoezo denk je nog steeds binnen het rechtssysteem de politie staat, is al een feit? Je moet toch een beetje ruimte zoeken waar die is. En vooralsnog is het winnen van een rechtszaak is het hoogste goed wat je nu kan halen, zowat. Maar het is verdomd moeilijk. Even kijken, het vaccin. Oh ja, ik geloof dat dat echt een grens is voor heel veel mensen, hoor, dat vaccin. Ik hoor zoveel verschillende mensen zeggen die van, hoe ze ook in de wedstrijd zitten, die zeggen nee, dat vaccin, dat hoef ik niet. Ook gewoon mijn schoonvader, weet je wel. Hoewel, die wisselt ook nog wel eens van gedachten, maar die twijfelt zelfs. En ik hoor meerdere mensen die zeggen, ik hoef dit niet. En vooral vinden heel veel mensen het vervelend dat het wordt verplicht gesteld. En stiekem wordt er nu ook best wel wat bekendgemaakt over de schadelijke, de risico's van dit vaccin. Hè? Ik weet niet of jullie de Kamerbrief hebben gezien die Hugo de Jonge heeft gestuurd naar de Kamer over dat vaccin. Die moet je echt even lezen. Want daar staat gewoon zwart op wit. Dit is een vaccin wat eigenlijk, hè, dit is een technologie waarvan, dat is nog niet eerder, er zijn nog geen vaccins geregistreerd onder deze technologie. Zo is dat omschreven. Oftewel, dit is een compleet nieuw vaccin. En dat is een risico. Zeg maar, dat is een risico. Dat staat gewoon in de Kamerbrief. Ja, die moet je even. Trouwens, ik heb dus Instagram. Dat is Isa Greens. En daar in mijn linktree heb ik een link naar die Kamerbrief staan. Maar je kan hem ook gewoon zoeken als je zegt Kamerbrief COVID-19 vaccin. Dan staat daar gewoon letterlijk in. Dit is een nieuw vaccin en dat is een risico. Nou, en dat besef zie ik bij heel veel mensen. En ik zou alleen maar willen zeggen, laten we dat besef breder maken. Want ik bedoel, daar gaat het wel naartoe, weet je wel. Het verplichten van een vaccin waarin... Waar is het bestaat? Ik moest even mensen opvangen die aankomen. Het was wel spannend hoor, alleen. Ja, vind je wat? Nou ja. Dus Isa is een stuk jonger geworden. Dus, ziet anders uit. Dus dat vind ik ervan. Even kijken. Ja, dat is wel goed. Baudet wint FVD, want daar waren we gebleven. Oh ja, Baudet. Ja. Wat denk jij? Dit is meer jouw department. Ja. Nou, ik weet dat het gevoel sterk is dat hij de kar moet trekken, zeg maar. Ja. Voor de partij, dat snap ik ook. Omdat er is ook geen alternatief in die zin. Er is niemand met genoeg charisma en durf en wil, denk ik, om die partijen verder te brengen. Dat is wel zo. Maar ik ben wel heel kritisch op zijn aanpak geweest de afgelopen weken. Maar dat weten ze. Hey, hallo. Ik denk dat we gaan zo de... Ja, er komen nieuwe mensen binnen. We gaan denk ik even de stream stoppen. Ja, we gaan stoppen. Want we moeten gaan eten. Ja. En ik moet ook plassen. En we moeten plassen. Een baby. Jongens, ontzettend leuk. Bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie vragen hadden. En tot maandag. En dan praat ik met jullie nog even leuk. Hallo. Wat heb je nou weer, Kim? Ja. wij zitten hier allemaal met mondkapjes, toch? Ja, naar welke partij neig jij? Dan gaan we het allemaal nog een andere keer hebben. Jongens, eet smakelijk allemaal. Heb een fijn weekend. Houd het goed met elkaar. Ja. Keep the peace. Tot snel. Okay. Ciao. Doei, doei. Doei, doei.